Alle broodsoorten zijn in te delen in drie hoofdsoorten: wit, bruin of volkoren. Dit geldt ook voor meer granen, speld en dezenbrood. Bepalend is welk deel van de graankorrel is gebruikt. Volkorenbrood is gemaakt van volkorenmeel. Volkorenmeel is gemaakt van de hele graankorrel. Witbrood is gemaakt van bloem, dat bevat alleen het binnenste deel van de graankorrel. Bruinbrood is gemaakt van meel, en dat is een combinatie van volkorenmeel en bloem. Hoe meer volkorenmeel in het brood, des te meer vitamines, mineralen en vezels. Voor het meest gezonde brood kies je dus volkorenbrood. Maar vergis je niet, ook bruinbrood en witbrood bevatten vezels, vitamines en mineralen. Bruinbrood is gewoon goed en witbrood is lekker voor de afwisseling. En hoe zit het met hoe donkerder het brood, hoe gezonder? Die donkere kleur komt door mout. Mout kun je toevoegen aan wit brood, maar ook aan bruin en volkoren. Brood krijgt dan een bruinere kleur en een andere smaak. Maar geen extra voedingsstoffen. Kies beter met de Broodweter. Kijk voor meer Broodwetjes op Brood.net. Brooddeeg moet rijzen, anders krijgt het niet die herkenbare broodvorm en structuur. Rijzen kan met deze en met gist. Of met een combinatie van beide. Gist zet de suikers in het deeg om in koolzuurgas, CO2. Dat vormt belletjes in het deeg en geeft luchtigheid. Ontelbare belletjes drukken het deeg omhoog. Dat heet rijzen. Zonder dit luchtige deeg zou het brood stug en vast worden. Dezem vraagt meer tijd. De bakker maakt een beslagje van meel of bloem en water en laat dat rusten. De melkzuurbacteriën en natuurlijke gisten doen dan vanzelf hun werk en vormen ook hier belletjes in het deeg. Door deze spontane fermentatie, zo noemen ze dat, ontstaan allerlei aroma's. Die geven deze brood een heel eigen smaak. En het brood is wat steviger, minder kruimelig. Of deze brood gezonder is? Dat wordt vaak gezegd, maar het blijkt nog niet duidelijk uit de wetenschap. Het verschil tussen deze brood en gistbrood kun je een klein beetje zien, maar je kunt het nog beter proeven. Kies beter met de broodweter. Kijk voor meer broodweetjes op brood.net. Van elke graansoort kun je volkoren meel, meel of bloem maken voor brood. Tarwe wordt in Nederland het meest gebruikt. Maar ook spelt, mais, haver, gerst en rogge. Noem maar op, ook van zaden en pitten kan meel gemaakt worden. Voor alle graansoorten geldt dat ze belangrijke voedingsstoffen leveren. Daarbij heeft elke graansoort zijn eigen karakter. En vaak ook een eigen smaak. Speldbrood, bijvoorbeeld, heeft een noodachtige smaak. Vaak heeft het ook minder volume, want een deeg van speld rijst minder makkelijk dan, bijvoorbeeld, tarwendeeg. Roggebrood heeft een donkere kleur en het is stevig. Combineert een bakker verschillende granen, dan krijg je meer granenbrood. Door al deze granen, zaden en pitten krijg je brood in een enorme variatie. Proef het verschil maar eens. Kies beter met de Broodweter. Kijk voor meer Broodwetjes op Brood.net. Elk brood heeft een eigen verhaal en dat kun je zien. Veel brood wordt gebakken in een bus of blik. Daarom heet het busbrood. Vloerbrood ligt op de vloer van de oven. En voor een knipbrood knipt de bakker het deeg aan de bovenkant in. Zo krijgt je boterham een hartvorm en een extra knapperige korst. En juist die korst geeft een belangrijk deel van de smaak. Tostibrood is vierkant. De echte naam is casinobrood. Het wordt vierkant doordat er tijdens het bakken een deksel op het blik ligt. Tijgerbrood krijgt de aparte korst door een papje. De bakkers bestrijken het deeg met een papje van rijstemeel en dat rekt niet mee tijdens het rijzen in de oven. Het scheurt. Zo ontstaat het mooie tijgerprintje. Ook krentenweggen, witte puntjes en pistoletjes hebben allemaal hun eigen verhaal. Kies beter met de broodweter. Kijk voor meer broodweetjes op brood.net.